Terwijl nog vele gebieden in Suriname gebukt gaan onder wateroverlast en de gevolgen daarvan, is de situatie in het district Koroni grotendeels inmiddels verholpen. De meeste plekken zijn nu droog. Districtscommissaris Michael Winter vertelt in een gesprek met onze nieuwsdienst dat het water heel snel wegtrekt doordat er meer graafmachines, waterwegen zijn gemaakt. Veel van het zware werk is verricht door een team van medewerkers van het districtscommissariaat. Ja, we zijn nog steeds bezig. Zoals u gezien hebt, de beelden liggen niet. We zijn nog steeds bezig. Sombodje zat onder water. Tot Nes Noord zat ook onder water. Burnside ingekondigd vanwege een dambreuk. Die is al reeds verholpen door de plaatselijke gemeenschap. En RO en OW een samenwerking. Dus van hieruit wil ik ook de mensen complimenteren. Ik wil ze ook bedanken voor de wijze waarop we gezamenlijk dit probleem hebben aangepakt. Dus als u hebt opgelet, de meeste plaatsen in het resort, welgelegen, ingekonden en omgeving, zijn nu al droog. Dus we vechten nu met Sumboregio. En de laatste berichten, tot en met vanmorgen nog, wat we gekregen hebben, dat Awata is Sakagwe mooi en we zijn tevreden. Alleen Koffiemakerstraat en omgeving baat me nog een beetje zorgen, maar we hadden gisteren minister Gracia Emanuels van ROS en minister van Sosafo. We zijn ook persoonlijk gegaan naar de mensen om de mensen een beetje moed in te spreken dat er oplossingen komen. Het probleem met de wateroverlast is echter nog niet helemaal verholpen en bewoners uit de getroffen gebieden vragen zich af hoe lang nog. Winter zegt het ongeduld te snappen, maar dat er ook rekening gehouden moet worden met de grote regentijd. Wat ik in one day, maar in mijn programma in one day. Dus het trekt wel weg, maar langzaam. Ik kan de mensen begrijpen dat deze maand wat ook binnen waait, maar dat kan niet. Maar we werken naar de oplossingen. Zoals u daarnet gezien hebt, ben ik even bezig met mijn crisisteam. Elke ochtend vergaderen we hoe verder. En we zijn tot een gezamenlijke besluit gekomen dat we de minister gaan vragen om ons te helpen met twee grote duikers. Om eentje in het Burnside-gebied te plaatsen en mooi kanaal om eentje daar ook te plaatsen. Om voor je met wat te trekken morgen snel weg. De dambreuk in het gebied is volgens de burgervader al hersteld. Dagelijks is een crisisteam aan het monitoren als alles goed verloopt. Winter zegt enorm tevreden te zijn met de participatie van de lokale bewoners die al hadden ingegrepen nog voor de autoriteiten inkwamen.